Ja, ik zit nu in de savanna slash desert. En Oh. ja. Zijn dat dan ook de coördinaten? Dat is heel erg lullig dat jij dat dan ook weer kan zien, hè? Oh, kijkers van Gals Games en Duffy Meer. Hier zijn we weer met de volgende week van de Pokémon Battle. Oh, jij gaat gelijk je Pokémon al naar mij gooien, ja? Ja, ik zie van I'm ready, bro. I'm ready. Ja, ik ben er ook weer klaar voor. Vorige week heb ik jou natuurlijk een pakje gegeven, om zo maar te zeggen. En jij mag geen gras-Pokémon meer gebruiken. Nee. Trouwens, even een tip voor de kijkers die nu nieuw intunen. Of die, ja, zeg maar, het altijd hebben gekeken en de tip vorige week gemist hebben. Zet gewoon eventjes alle twee de filmpjes aan. Zet van één het geluid aan. En dan kun je gewoon alle twee tegelijk kijken. En dan ja, heb je één keer geluid. In ieder geval, nou ja, succes Guido. Ja, jij ook succes jongen. ja. Voor de mensen, even nog voor de duidelijkheid. Dylan en ik mogen deze week geen gebruik maken dus van de Pokémon die we vorige week hebben gebruikt. Maar, moeten we er wel bij zeggen, dat geldt dus voor de Pokémon die we hebben gebruikt in de eindbattle. Dus in dit geval mag ik geen Lavitar vangen. Maar ik zou wel een Pupitar mogen vangen in één keer. Of een Tyranitar mogen vangen. En die zou ik dan weer wel mogen gebruiken. Dus dat is wel even belangrijk om dus te weten. Zelfs als ik mag dus bijvoorbeeld een Flyvie vangen en daar een Mareep vangen en een Flyvie van maken. Maar ik mag hem niet laten evolven naar de derde stage. Dat is echt wel even iets wat wel belangrijk is om toch erbij te vermelden. Voor jullie allemaal. Yep. Dus op die manier, ja, gaan we bezig. Ik wens jou veel succes deze week. Ja, ik jou ook. Dankjewel, ja. Ik heb het wel moeilijk, denk ik, voor mij doen met geen gras-Pokémon. Nou ja, ja, de gras-Pokémon inderdaad. Daardoor heb jij je beste Pokémon niet kunnen pakken, om zo maar te zeggen. Zeker waar. Dat is het enige waar ik op dat moment iets kon van hebben van, ja, dat is de beste optie die ik kan pakken. Maar ja, ik ben benieuwd wat we deze week weer gaan doen. Ja, ik weet wel wat ik zeg, maar ik wil één Pokémon wil ik sowieso hebben. Alleen daarvoor heb ik Desert / Desert Hills voor nodig. Ja, dus, die heb ik al. ja, kijk, ik weet niet of je die natuurlijk met mij gaat delen. Jawel, die wil ik met je delen, alleen dan gaan we mijn Hunter trainen zodra ik een extra Pokémon heb. Dan wil je Hunter trainen? Ja. Ja, maar dan kan ik net zo goed gewoon jouw kant opgelopen en het zelf maar gaan zoeken, hè? Ja, ik ben er nog niet. Ik sta nog in mijn huis. Ja, ik ga ook niet 8 jaar rennen. Ho, zo ga ik. Kijk, ik ga niet spelen van, ik zie hem en ik loop van de kant. Kijk, ik moet hem zelf vinden dan, weet je wel. Maar als jij gaat zeggen, ja, ik laat jullie bij hem zien, want dan kan ik mijn hand trainen en heb ik een Gengar. Ja, nee, dat gaan we even lekker niet doen, hè? Mensen dus, mogen de content wel leuk vinden. Klik alvast even op de duimpje omhoog. Het is de eerste aflevering van deze week en er wordt er alweer over en weer genaaid. Echt walgelijk. Ja, ik moet toch gewoon mijn eigen hachje redden. Ik moet toch die gekke die Gengar ooit krijgen natuurlijk. Ja. Dus ja. Zit wat in jongens, zit wat in. Maar ja, ik nee, ja nee. Ik heb nu, hebben we trouwens een training misschien staan? Nee toch? Nee. Die staat er nog niet eens trouwens. Dus die komt er dan nog. Die komt er wel bij, maar... Dus volgende aflevering zou die er wel zijn. Yep. Wat ben jij aan het doen nu op dit moment? Ik neem aan pokeballen maken? Ja, ik ben zeker pokeballetjes aan het maken. Want ja, ik had niet zo heel veel over van de vorige week. Dus ja, dat moet wel gebeuren. Hoeveel ben je er aan het maken als ik vraag mag? Genoeg. Oké, duidelijk. Ja, nee, we gaan niet zeggen van hoeveel van dit of dat. Nou ja, ik heb nog niet eens een aantal, zeg maar. Ik ben gewoon voorlopig alle apricorns met bone meal uit de grond aan het poppen. En daar heb je natuurlijk wel een voordeel mee, dat jij inderdaad nu wel heel veel van die dingen kan maken. Ja, en ik kan een diamond hamer maken, want ik heb vorige week natuurlijk ook nog wat diamonds gevonden onder de grond. Absoluut. Even kijken, dus dat kan allemaal wel wat snel gaan bij mij. Daar ben ik wel blij mee. Dat moet ik inderdaad toegeven, daar heb je inderdaad wel massa mee. Nou goed, ik... ga dan maar gewoon nu maar meteen op pad. Ja, kan. Ik heb zoiets van, weet je wat het is? Kijk, ik moet nog meer maken. Maar ik heb aan de andere kant ook geen tijd te verliezen wat dat betreft. Dat is zeker dus waar, maar ja, ik kies eerst even voor de pokebal gewoon. Ja, nee, dat moet je ook doen. Ja, dat moet je helemaal zelf weten. Ik ga er vandoor, Dylan. Hey, mag de beste winnen deze week. Succes, ik ga Pokémon advertentie. Advertentie. Adventure, ja. Hey, succes met je adventure. Ik spreek dankjewel. Je... over een week wel weer, kappa. Maar Dylan, even eerlijk, hè? Kijk, we hebben nu een week erop zitten. Ben je nu net als mij toch een beetje triggerd deze gezegd van, ik weet niet of ik die eerste aflevering meteen een Pokémon vang? Ja, nee. Kijk, als je natuurlijk je Pokémon tegenkomt, dan wel. Maar heb je nu ook niet zoiets net als ik, dat ik heb nu zoiets van, I'm not sure if, weet je wel, als ik iets tegenkom, dan denk ik van, die moet ik nu per se vangen. Nee, ja, die fout heb ik vorige week gemaakt door als eerste gelijk Vampy te vangen. Het is op zich een oké Pokémon, maar ik heb hem helemaal niet gebruikt eigenlijk. Eigenlijk de enige die ik in de battle heb gebruikt, zowat,
die ook echt damage deed, was Hunter. Maar dat is zeker waar. Hunter die heeft eigenlijk mij echt gewoon gered. Ik ben ook blij dat ik die level 47 Hunter heb gevangen. En ja, anders had ik denk ik nu niet, dan had ik nu niet het voordeel gehad, zeg maar. Nou, dan niet had dat... je nu geen Hunter gehad deze game. Nee. Even kijken, we hebben hier nog wat meer van die. Heb ik nou... Een, ja, een Hunter, die zit toch alleen maar bij zo'n tower? Nee. Zit ook, oh, die zit natuurlijk ook gewoon in het moeras en shit in het donker. Yep. Ah, natuurlijk. Ja. Ik moet natuurlijk voor de mensen die het misschien vergeten zijn of wat dan ook. Ik mag deze hele week dus geen gras types vangen. Even voor de reminder, dat betekent dus ook, ik mag ook geen poisoning grass of wat dan ook. Het is gewoon echt gewoon, het hele gras gebeuren is afgeschaft. Ja, dan kan je zeggen dat is vervelend. Is inderdaad vervelend, want veel gras, dat is toch wel zo. Veel gras Pokémon hebben wel natuurlijk slapenpoeder, om zo maar te zeggen. Hè? En ja, dat kan ik inderdaad op dat moment niet gebruiken. maar... Ik moet wel goed komen. Ja, ik heb goed vertrouwen in. Ik ook wel. Want ik ben op dit moment nog lekker aan het travelen. Ja, ik ben ondertussen nog steeds ultraballs aan het maken. Ja, moet ook gebeuren, jongen. En ik kan je melden, ik heb er 12. Oké, netjes. Dus dat is al gelijk... Ja, en ik sla heel snel met die diamond hamer, waar ik heel erg blij mee ben. Mm-hmm. Dus ja, dat is echt wel een voordeel. Even kijken. Buttons. We moeten melden voor de kijkers. We hebben inmiddels ook bij ons Pokécenter, zeg maar, waar wij natuurlijk al onze loot, om zo maar te zeggen, ook hebben. Hebben we ook even een kist gemaakt waar Dylan dan zijn diamond in heeft, die heeft gewonnen. Zodat hij niet mee door de war komt van, yo, ik heb een diamond gewonnen, was dat nou deze of niet? Maar als die mensen ook zeiden, doe ons een emerald, wat dan ook, houd lekker bij een diamond. Maar die heeft hij dus daar veilig zitten, dat hij niet in verwarring daarmee komt. Yep. Even belangrijk om toch nog even te melden, want ik zag inderdaad een aantal mensen hadden zoiets van, yo, dit en dat, maar nee. Dus je Dylan een tp'tje zet? Ja, ik zet een tp'tje naar, oh ja, hier was dat. Ja, ik zit nu in de savanna/desert. En, ja. En dat dan ook de coördinaten? Dat is heel erg lullig, dat jij dat dan ook weer kan zien, hè? Ja, dat is heel erg sneaky dat jij dat nou weer precies kan zien. Daar had ik helemaal niet over nagedacht. Je had niet moeten zeggen dat daar een desert zat en alles, Dylan. Ja, nee, ja, dat was niet heel verstandig van mij. Nou, en het ergste is nog, dit is een desert waar ook gewoon... Jij hebt nu echt gewoon een hardcore trainplek van mij gevonden. Ja. Dat ook. Want hier zitten twee Pokécenters naast. Oh, die sneaky mob. Voor de mensen hoor je dat? Hij vindt dat gewoon. Maar voor de mensen die het zich afvragen. Ik ben heel eerlijk met jullie. Ik heb geen één video van Dylan afgekeken. En niet om te kijken, maar gooit dit een eerlijk of waar is een bepaalde plek of wat dan ook. Heb ik allemaal niet gedaan. Puur alleen om het feit dat ik zat van. Ik wil het ook leuk voor mezelf houden. Ik wil niet eens weten wat Dylan allemaal doet. En in dit geval, als Dylan niet had gezegd dat hij nu naar de savanne was getapeerd, was ik nu niet recht bij deze coördinaten afgegaan. Had ik het gewoon laten gaan, was ik nu letterlijk waarschijnlijk de andere kant op gerend. Zeg ik heel eerlijk, omdat ik dat, weet je wel, ook niet op die manier wil gaan ontdekken wat dan ook. Maar natuurlijk als Dylan zegt, yo, ik ben nu, dit is de TP naar de savanne en de desert. En ik zei in het begin al, ik moet een desert hebben. Heel veel moet je zeggen, oh, ik zoek wel een ander. Nee, natuurlijk niet. Nee, tuurlijk niet, dan ga je er gewoon recht op af. Alleen, ik werd geowned door een Arbok. Die deed gewoon crunch op mijn hand en gewoon in één keer bang, weg. Een Arbok is echt fucked up, man. Ja, maar ik zit echt te twijfelen wat ik nu ga doen. Wat voor Pokémon ik ga vangen, heb jij dat ook? Nee, jij hebt wel al duidelijk van, deze ga ik vangen? Ik heb sowieso één die ik sowieso ga vangen, dus ja, dat weet ik heel duidelijk wat ik wil. Oké. Dan ben ik benieuwd. Ik ben ook benieuwd. En aangezien ik, weet je, dat is wel het fijne eraan. Ik heb wel een redelijk hoog Pokémon natuurlijk op zak al, een van 41, dus... het is ook niet dat ik nu zeg maar op zoek moet naar Pokémon van level 20, want ik denk van, oké, anders gaat het fout, weet je wel. Nee, ja, true. Daar ook nog even over te spreken, even om in te haken op sommige mensen. Die denken van, ja, maar dat betekent als ik dan nu bewijs van, ik zeg maar even iets Pokémon level 60 vang, heb ik volgende week hem alsnog op level 70 en dan die week erop vang ik weer een hoger. Uiteindelijk, na een aantal weken, zullen Dylan en ik natuurlijk wel inmiddels zo zijn van, yo, we hebben nu allebei bewijs van zulke hoge Pokémon, dan wordt nou wat tijd dat we nu met een wat lager gaan starten. En misschien beginnen we gewoon opnieuw met een start of wat dan ook. Dus voor de mensen die daar ook toch nog paniek over hadden of wat dan ook, no worries. Daar hebben we ook al op ingespeeld op die manier. Yep. Natuurlijk, allemaal, ja, we zijn overal op voorbereid. Ja, nee, maar daarom is het toch even belangrijk om die info ook wel te melden. Want wij wisten het zelf natuurlijk al wel, maar jullie niet. En ik kan ook snel dan gewoon beginnen bij wijze van met een level 1, weet ik veel, de Pidgey. Dat is even heel erg overdreven dit, maar je begrijpt wat ik bedoel, weet je wel. Dus ja, op die manier. Terwijl ik hier een dorpje vind, een desert dorpje.
Een desertdorpje. Oh, wat raar. Wat raar zou ik er nou in één keer zijn? Oh? Dus jij bent bij mij in de buurt. Weet je wat er geniaal zou zijn nu? Als ik nu in deze serie gewoon Incident Ditto tegenkom. Oh, dat zou wel triggerd zijn, want hier heb je er niks aan. Nee, letterlijk niks. Oké dan. Wir sind hier. Dankeschön. Focus Center. Dylan, gaan we even eerlijk zijn en laten we het Focus Center heel veel of ga ik slopen? Als jij de Poké Center sloopt, ja, moet je zelf weten. Maar ja, dan kun je er zelf ook niet healen natuurlijk. Nee, ik vraag het aan jou, hè. Ik vraag het aan jou. Van, laat jij hem heal, dan laat ik hem ook heal. Dat ik wil laat ik hem heal. Oké, dan sluiten we hier een compromis, oké? Okay? Ja hoor. Ik laat hem heal. Oké. Okay. Nou, dan zoeken kan beginnen. Ja, de Pokémon die ik wil. Ja. Ik zit ook nog te kijken, wat ga ik nou doen? Ja, wat ben je überhaupt aan het doen, Dylan? Ik ben nou momenteel gewoon random Pokémon aan het afsmaken, zeg maar. Ik ben gewoon aan het trainen nu gewoon. Ja. Oh, zo van, yo, ik zie hier een Diglett. Ik gooi gewoon lekker zo mijn Seeking erop. Doe gewoon Water Pulse en gewoon hoppatee XP. Ja, zoiets ongeveer. Ja, het was dan mijn Graveler, maar... Een Graveler. Ja. Graveler. Wat zien we hier nou weer? Ik wil zeggen, ben jij dit? Maar nee, dit is een trader. Ja, nou dat had ik dus ook met jou. Ik dacht, er staat hier eentje met zo'n een beetje een roodachtige skin. Ik dacht Mario, maar... Abra voor een Machop. Ain't got no time for that right now. Abra voor een Machop, ja. Ja. Wat ben ik naar op zoek? Ik zie Macargo. Nee, Gatsi. Kan ik die doodmaken even voor XP? Dat kan ik trouwens wel heel makkelijk, hè? Macargo skillen nu met mijn waterboek. Ja, ik kan op zich alles makkelijk killen. Tenzij ze een Dark aanval of een Psychic aanval hebben. Dan is het voor mij heel erg kloten, maar... Ja, maar zeker met een Macargo en shit. Dat is gewoon heel makkelijk voor mij nu. Mm. Hey, level 32 trainer, die kunnen we ook wel even aanvallen. Hoppakee. Nog een keer, hoppakee. En nog een keer, hoppakee. Oh, niet alles in één keer gehit. Nee, jammer dan. Zo. Oh, nog één. Hoeveel Pokémon's heb je? Nog één. Heeft te veel. Level 53 al. Wie? Ik. Oh. En nou ben ik out of Pokémon. Ja, dat is het vervelende. Als je maar één Pokémon hebt, dan gaan we gewoon weer terug. Dat is absoluut waar. Gaan we terug naar de trainpelk. Trainpelk? Ja, ik heb geen plek geschreven, maar pelk. Trainpelk, tuurlijk. Ja, ik moest snel typen, oké? Okay? We hadden haast, we waren in een hurry, hurry, hurry. Hurry, 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 soep eet je met? Curry. Ik kan weer weg uit de desert, kan ik je melden. Oh, je hebt je Pokémon al gevangen? Nee, maar ik ga nog even wat anders doen. Bedenk het me in één keer. Oh? Ja. Oh? Switches plans? Mm-hmm. Why would that be? Why would that be, mate? Why would that be? Aan de andere kant ga ik hier nog even trainen. Ja, wat heb ik nu aan het trainen als ik toch mijn Pokémon nog moet zoeken die ik... Ah. Ja, ik ben ook gewoon aan het trainen. Dat is wel zo, maar ja. Maar dat komt ook gewoon omdat ik eigenlijk nog niet eens weet wat voor Pokémon ik ga vangen. Dat is ook wel weer wat in, ja. Daar heb ik echt gewoon eventjes struggled mee, want... Ja, je vindt het echt moeilijk op het moment? Ja, ik weet echt even niet wat ik in mijn team zou moeten halen. En ik wil ook weer niet zo 1, 2, 3 oneindig... Flying is not enabled on the server. Really? Wat ja, deed je dan? Daarvoor. Ik sprong gewoon. Oh, nou ja, dan moet ik dat zo meteen maar even uitzetten. Dat is een beetje vaag. Oké, okay, nou, maakt niet uit. Ik ben er in ieder geval weer. En de vorige keer heb ik ook een beetje een probleem. Dus ja, af en toe een keertje uitviel. Dus ja, dat ja, gebeurt klopt. Nou eenmaal soms wel eens een keertje. Kunnen ook niet zo heel veel aan doen nu. Maar jammer. Oh, wauw. Wat is dit voor gekke savannah bij hem dan? Oh, dit is dat stuk waar een Zapdos shrine kan spawnen. Het zou ook lachen zijn, hé, als iemand dadelijk gewoon die shit voor elkaar gaat krijgen, hè? Ja, maar ja, op zich is het te halen, want je bent toch de hele tijd bezig met Pokémon aan het vermorderen. Dus waarom? Op zich is het wel haalbaar. Growlithe, nee. Geen Growlithe. Moet ik eerst Firestone gaan zien te collecten. Daar heb ik niet zoveel zin in. Ja. Wat ga ik nou vangen, man? Dratini, kappa. Zo, als je die pakt nu... Dan trigger ik iemand heel erg, denk ik. Ja, nou, oprecht. Heel, maar ook echt heel erg. Nou, dan is het eigenlijk wel leuk om te doen, hè? Ja, weet je wat het is? Dat jij hem ook gewoon zou vangen ook, weet je wel. Als het gewoon... Jij gaat nu één keer het water in. Hey, Dratini, weet je wel. Dat zover ben jij. Ja, soms wel eigenlijk.
En weet je wat nog het allerergste? Dat je dan nu ook gewoon waarschijnlijk nog zelfs je mond kan houden ook, zeg maar, door niks te melden erover. Dat je dan gewoon in één keer hebt zo van, joh, moet je dit zien? Dan heb ik echt zoiets van... En dan zet ik opeens een Dragonite in battle. Precies, dan heb ik echt zoiets van, dude, really, moet dit nou? Moet je me zo hard vernederen in deze serie? Is zo. Ja, dat, zou zomaar een possibility kunnen zijn, maar... Nee. Een possible. Dan moet ik eerst... waarschijnlijk al mijn afleveringen hier zo in de zee gaan zitten zwemmen. Ja. Yeah. En ik heb niet eens van het Waterstone gear. Ik heb geen Pokémon die onder water kan. Ik had gelukkig wel een Seeking natuurlijk. Ik had natuurlijk die diveball. Want hoe kwam ik ook eraan? Ik killde een... Oh ja, een low-level boss killde. Ik kreeg een diveball. En toen had ik wel in één keer zoiets van... Oké, als ik nu toch een diveball heb, ga ik ook hoog inzetten op een wat heb. Want mijn Seeking was redelijk hoog. Op een hogere Seeking. Of in ieder geval Tentacruel. Iets in die trend, ja, weet je wel. Ja. Heb je dan gewoon voordeel mee? Klopt. Gelukkig ging het goed. Hey, je ziet me swamps. Swamp. Oh. Swamp, get out me swamp. Get out me swamp. Ja. Hier hebben we nog allemaal Oei. Nee, hey, jongen. Ja, nee, ik. Triggered. Wat dan? Ja, ik zie iets zwemmen. Waar? Ik ga het niet vangen. Nee, het is een Whiskash, maar aan de ene kant... Ik moet zeggen, even over de Whiskash gesproken. De vorige keer, ik had dus letterlijk net over die duifbal. Kwam ik inderdaad ook tegen. En toen had ik zoiets van, wow, hij is level 40, zou ik hem gaan vangen? Toen dacht ik aan de andere kant, weet je? Ja, het is wel een sterke Pokémon, maar... Waarom? Het is zo'n twijfelgevalletje, weet je wel? Absoluut. En dat, ik wil niet weer een Pokémon gaan vangen waar ik niks aan heb. Dus dat is ook zoiets. Snap ik. Alleen ja, ik heb hier wel een lijst voor me, maar... Ja, een heel lijst gemaakt. Ik moet deze hebben, Ja, zo ongeveer heb ik hier wel... Nou ja, nee, ik bedoel, ik heb echt de available Pokémon lijst voor me, om zo maar te zeggen, weet je wel. Nee, alle Pokémon die in... in Pixelmon zitten. Oké. Ja, dat kan. Hoppakee, Slowbro's kan ik heel makkelijk killen, oké. Dat is waar ook. Ja. Zo, dan zijn we wat nieuwe pokeballen erbij. Heerlijk. Heerlijk. Daar heb ik ook die bijna compleet. Dat is ook wel lekker. Die kan ook weer daarbij in. Check, dubbelcheck, nieuwe pokeballen erbij. Wat ben je allemaal aan het doen, joh? Wat ik aan het doen ben? Ja? Ik ben beter voorbereid dan ooit, oké? Oh, hij is beter voorbereid dan ooit. Ja. Edit. Deze noemen we eventjes zo noemen. Confirm. Done. Oké. Done zelfs. Homeland Security. Done self. Homeland Security. Oké. Waar ga ik nu naar op zoek? Wat ga ik precies doen? Ja. Zo zie jij toch ook? Ja, ik zit gewoon rustig te trainen ondertussen. Ik weet echt niet. Ik ben echt even mindfucked. Ik loop hier rond, maar ik zie maar niet wat ik zou willen of... Ja, ik weet niet. Ja, het is zeg maar niet dat jij zeg maar nu... het is zeg maar in jouw geval nu meer zo van... Je weet wel wat leuk is, wat goed is. Maar je zoekt zeg maar die ene Pokémon dat je hem ziet zonder je nu door. Omdat je denkt van, ja, hier moet ik. Ja, zoiets, ja. Daar ben jij nu op aan het... Ik wil niet per se zeggen hopen, maar zo is het wel bij jou. Momenteel, ja. Slowbro? Ja. Nee joh, ga weg. Slowpoke. Poke! Spoke time! I'm back! Sorry. Ik doe afstand van deze uitspraak. Dylan, kijk eens even naar de tijd. Oh jeetje! Oh, wat een nutteloze aflevering voor mij dan. Ja? Is weer echt nutteloos, ja? Nou, ik heb mijn hand er wel wat getraind. Maar... Ook niet super of zo. Ik vind fijn om... Ja, en ik heb genoeg ultraballen gemaakt, dat wel. En die heb ik allemaal nog in mijn infje. Dus aan de andere kant niet echt heel nutteloos of zo. Alleen ik ben meer aan het zoeken geweest van wat ik nou precies ga vangen. En... Dat is meer zo van... Ja, zoiets. Moet je bedankt voor de instantie. Respect. Dan moeten we morgen sowieso keihard verder, Dylan. Want dat betekent dat we gewoon weer één dag erop hebben zitten dan, hè? Ja, zeker. En
Ja. Dit is best wel lastig. Ja, kijk, vorige week kwam ik natuurlijk gewoon en had ik zoiets van, geen idee, ik vang gewoon wat leuk is wat ik tegenkom, weet je wel. En ik heb wel Pokémon gezien nu ondertussen, waar ik van had, ja, die zijn wel leuk. Maar, ja, niet worthy om te vangen, zeg maar. Ja, nou Dylan, we moeten eerlijk zijn, ik ga nu hier stilstaan. Ja, ik ook. En het enige wat ik dan maar kan zeggen is, mensen, wij bedanken jullie natuurlijk enorm voor het kijken naar deze eerste aflevering van de nieuwe week van onze Pokémon The Battle serie. Mocht je het leuk hebben gevonden, vrienden, hebben we ons allebei onze kanaal eventjes een likeje aan te klikken, op allebei onze kanaal te abonneren. Bekijk elkaar in de beschrijving even natuurlijk naar onze kanaal linken toe. En ik zou zeggen, mensen, tot morgen en bedankt.